Le contexte veut qu'on soit là, parce que le besoin est là, le besoin est très grand au Tchad. On le vit chaque jour, depuis l'enfance on vit ça. Le pays est en guerre depuis plus de 40 ans et beaucoup de familles ont connu des malheurs. Et je pense qu'il faut consacrer un peu de sacrifice pour ces familles-là. Et à travers ce que nous faisons, peut-être que ça pourrait atteindre aussi les autres enfants pour que les distorsions sociales puissent cesser. Ja, ik was enigszins bekend met SOS Kinderdorp via televisie, via verhalen van Daan gehoord. Maar om hier werkelijk te zijn, geeft het een derde dimensie. En het is eigenlijk onvoorstelbaar wat voor goed werk hier wordt verricht. En helemaal wat je ziet, dat kinderen die echt uit de put komen, hier 180 graden draaien en eigenlijk een fantastisch leven hebben. De opzet van SOS Kinderdorpen, dat is denk ik wereldwijd ongeveer gelijk. Maar ik had niet zoveel armoede aan de ene kant en blijdschap van de kinderen aan de andere kant verwacht. C'est une passion pour moi. Et c'est une passion d'enfance. J'aime les enfants, j'aime faire le social. Et je pense consacrer ma vie pour ces enfants. Wat SOS Kinderdorp doet, is ze geven kinderen een perspectief, een toekomst. Wel, je geeft ze een stuk educatie, medische voorzieningen en een familie om zich heen, wat eigenlijk het allerbelangrijkste is.